is 9:05 en dit is Wekker Wakker. En vandaag is het donderdag 15 december. Goedemorgen en welkom allemaal. We hebben vandaag weer een gast in de studio. Dat vind ik altijd zo gezellig, want het is veel leuker dan in je eentje zitten. Ze studeerde af aan de theateropleiding, maakte een kickstart als cabaret duo Rijn en Goed. En 10 jaar lang maakte ze de Nederlandse Schouwburg onveilig. Inmiddels heeft ze 9 programma's op haar naam staan. En is ze te zien in heel veel series en films. En nu geeft ze humorcolleges. En met haar ga ik het natuurlijk hebben over humor. Renate Reinders, goedemorgen. Ja, goedemorgen Manuela. Leuk dat je er bent. Ja. Humorcolleges, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, die vraag die krijg je vaker. Ja. Laat ik vooropstellen dat het een cabaretvoorstelling is. Ja. Dus we gaan vooral veel en hard lachen. Maar er zit ook zeker een vleugje college in. Dus ik ga heel veel vertellen over humor. Wat is humor? En dat is trouwens wel grappig, want mensen denken soms dat het interactief is en dat is het niet. Dus ze hoeven niet op het podium te komen. Nee. Dus ze kunnen gewoon, het is gewoon lachen vanuit je luie stoel. En ik ga 11 humortechnieken doornemen. Dat is waar de voorstelling uit bestaat. 11. Ja, dus okay. We gaan het hebben over zelfspot, leedvermaak, cynisme, sarcasme, woordspelingen. En op het einde kan het publiek bij zichzelf te raden gaan. Zwarte humor. Ja. Maar ook wat was de eerste grap ooit? Zijn er verschillen in humor tussen mannen en vrouwen? Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Ouderwetse humor. Ja. Vroeger waren mopjes dat je dacht, lachten we daarom? Dat was heel grappig toen. Dat is wel grappig, want ik heb het inderdaad over Max Tailleur. Ja. Dat waren natuurlijk vroeger de moppenboekjes. Zeker. Die hadden we allemaal op het toilet liggen. En als ik daar inderdaad een mop van voorlees, dan wordt er niet meer om te lachen. Nee, we hadden vroeger ook zo'n LP thuis, De Lachende Kerk. Oh, die ken ik niet. Ja, van Fons Jansen. Dat vond mijn moeder grappig. Ik heb dat nog wel eens teruggeluisterd. Ik vond er niet zo heel erg veel aan. Maar dat verandert dus. Dat verandert, ja. Kan iedereen humor leren? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, vroeger dacht men nog, je hebt het of je hebt het niet. Ja. En tegenwoordig raak me er eigenlijk steeds meer van overtuigd dat het te leren valt. Ja, zelfs de grootste zuurpruim. En het is ook een beetje hoe je humor ziet, hè. Dus kijk, als je een binnenpretje hebt of een gekke gedachte, ook dat is humor. Dus je hoeft niet gelijk Visite Kaandorp te zijn en op een podium te gaan staan. Maar als je dat gevoel hebt voor humor, en dat heeft iedereen, dan heb je humor. Ja, precies. Alex Klaassen die vertelde laatst over Toon Hermans. Ja. Had het over humor ook op televisie. En toen zei hij ook, die leukste humor is eigenlijk of waarom je moet lachen, dat je niet zo goed weet waarom je moet lachen. Weet je, dat is wel een waarheid. Ja, klopt. Wij hebben het hier ook wel eens of dat je een soort meligheidje, omdat jij iets een rare situatie vindt, maar een ander helemaal niet. Nee. En dan wordt het steeds gekker van. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja. En dat is trouwens ook, dat is soms ook met een running gag, hè? Ja. Dus dat is, dat zullen jullie hier in de studio ook al soms hebben. Dan zou ik daar bijvoorbeeld totaal niet om lachen moeten lachen. Ik snap het niet. Maar de mensen onderling, dat is gewoon iets wat continu terugkomt. Continu, dat is het helemaal waar. Ja. 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 Jij hebt natuurlijk humor, want je gaat niet voor niks op die planken staan. Wanneer kwam je erachter? Oh, het is lastig natuurlijk van jezelf om te zeggen dat je het hebt. Maar ik zei net dat iedereen het heeft. Tuurlijk, dus jij ook. Ik ben wel ooit getriggerd om het te gaan doen door Karen Bloemen. Okay. Ik weet nog, het was 28 januari, 89, Schouwburg Sittard. Ik weet gewoon nog de datum. En toen een tante sleurde mij mee. En ik had geen zin, want ik vond haar op tv heel stom. Ik denk, moet ik nou mee? Ze zegt, ga maar mee. Was dat Bosje Bloemen? Ja. Ja, daar werkte ik aan die voorstelling. Nee. Wat grappig, ik heb hem 10 keer gezien. Oh, wat leuk. Met die 3 meiden. Met Paulette en met Ellen en Marjolein Touw. En toen ik zag haar en zij kwam op en ik rook haarlak en ik zag de band en zij improviseerden en mensen moesten lachen en ik dacht, wat is dit? Ik zat verstopt in diep donker Zuid-Limburg. Dus ik dacht, wat is dit? Ja, en toen was het klaar. Toen dacht ik, dat wil ik. Wat leuk, want het was ook zo'n leuke show. Het was heel leuk. We praten er zo meteen over verder. Is goed. Ik zit nog steeds hier in de studio met Renate Reinders. En we hebben het over humor. Humorcolleges en humor in het algemeen. Is humor eigenlijk heel belangrijk in het leven? Ja, absoluut. Het relativeert. Dat is het belangrijkste van de humor. Als ik het ook mensen vraag, het brengt je lekker soepel de dag door. Ook op je werk, maar ook. Ja. En ook eigenlijk juist op de momenten dat het even niet zo fijn is. Ja. Ik kan me nog herinneren dat mijn oma overleed. En op een gegeven moment was de begrafenis. En toen kwamen wij als familie weer bij elkaar. 'S avonds. En toen hebben wij ongelooflijk hard gelachen. Ja. En dat voelde toen helemaal niet gek. Nee, precies. Maar wij hadden dat nodig, echt als familie, om even
bij te komen. Even, echt even een beetje lucht te krijgen. En Max de Jur zegt dat ook, hè. Humor is een Cohen zegt, humor is een mechanisme om te overleven. En Max de Jur zegt, ik lach om niet te hoeven huilen. Ja, en dat is zo mooi. Eigenlijk juist op dat soort momenten. Ja, dat is het ook. Ik herken dat, wat je zegt. Ja. Dat soort momenten ook om de ongemakkelijkheid weg te halen. Ja, klopt. Ja. Je had het net over die 11 stijlen. Hè? Jij hebt ze dus. Is ook goed als je colleges geeft. Dan moet je iets goed onderzoeken. Ja. Dus waarom zijn het er nou 11 geworden? Het is het gekke getal. Dat is waar. Dus 11. Ja, dus 11. Ja. Welke komen het meeste voor? Wij gebruiken het meeste overdrijven. Ja. Al de mannen natuurlijk. zelfspot en woordhumor. Okay. Woordspelingen doen wij ook veel. Ja, er wordt een technicus aangewezen. Onze een Limburger, Robbie, hè. Ja. Onze Robbie is de hele dag van de woordspeling. Hij heet Notte van zijn achternaam. Wij noemen dat een nottertje doen. Oh nee, ja, heeft zelfs al een naam. Het heeft een naam hier gekregen. Te gek. Zelfspot vind ik een van de leukste. Ja, ik ook. Ja? Ik ben het helemaal met je eens. Het is zo fijn als mensen zichzelf niet zo serieus nemen en gewoon lekker al een grap maken over zichzelf. En dat is ook gelijk een soort bescherming, hè? Ja. Want dan hoeft een ander het ook niet meer te doen. Precies. Over jou. Je hebt jezelf al afgekraakt of wat dan ook. Ja, eigenlijk wel. We hadden het er op de redactie over toen we jou gingen uitnodigen. En dan krijg je gesprek over humor, natuurlijk. Ja. En toen zei een van de redactieleden, die zei, ik heb een ongelooflijke lieve moeder, heel leuk. Maar wij zeggen in de familie wel eens, ze heeft helemaal geen humor. Oh, ja, oh. Maar dat geeft niet. Ze kreeg ook een beetje een kleur van. Ze zegt, ik bedoel het niet lullig, maar ze heeft het gewoon niet. Nee. Kan dat? Ja. Kijk, soms sluit het ook niet aan, hè? Dat kan. Dus misschien dat, soms heb je ook stille mensen. Maar wat ik net zeg, dat binnenpretje, dat moet zij ook hebben. Je moet om iets, moet zij kunnen lachen. Maar het kan zijn dat jouw humor niet aansluit op iemand. En je moet natuurlijk met je hele familie. Met je hele familie, gewoon niet. Nou, die zie je nooit meer. Nee, maar het is ook belangrijk natuurlijk wie er tegenover jou staat. Hè, als je een grap maakt. Dus bijvoorbeeld als mijn schoonmoeder tegen mij zegt, lieverd, wil je suiker in je koffie? En ik zeg, oh nee, joh, flik het er maar naast. Dat is een hele goede grap. Hè? Maar die zeg je niet tegen je schoonmoeder. Dat zeg je tegen een goede vriendin van mij. Maar die het moeten, is des te grappiger om het tegen je schoonmoeder. Ja, dan mag ik nou met thuis komen. Nee, klopt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Kan jij mensen zien wat voor type humor ze hebben? Als je een tijdje met ze omgaat. Ga je ze dan indelen? Ja, dan ga ik ze wel een beetje indelen. Ja. Sommigen hebben echt gevoel voor droge humor. Dus dat zijn, wat ze net zeiden, een beetje stille mensen. Maar die kunnen dan zo ongelooflijk mooi droog uit de hoek komen. Ja. Dus je hebt echt van die druktypes, van grap op grap. En soms gewoon één zo'n knijter droge grap. Ja, dat is heerlijk. Ja. Dus dat kan ik dan wel een beetje inschatten. Ja. Kan je mij al inschatten of is dat veel te kort dat we elkaar kennen? Ik denk te kort, maar ik denk dat jij ook echt op de woordhumor zit. Net als je technicus. Ja, een beetje. Ja, ja, dat denk ik wel. En zelfspot. Ja, ik denk dat je dat ook hebt. Ja. Hmm. Ja. Nou, ja. Spannend. En daar hebben we het over met Renate Reinders. En die zit hier nog steeds. U kent haar wellicht van het duo Rijn en Goed. En 10 jaar lang stonden ze in de Nederlandse Schouwburg. En nu geeft ze humorcolleges. Renate, fijn dat je er nog steeds bent. Ja. We gaan het even hebben over kerst. Oh ja. Want dat is altijd wel even een moeilijke. Dan zit je met grote families vaak, of grote vriendengroepen. Niet allemaal uit dezelfde groep van jouw 11 typeringen humor. Nee. Nee. Hoe los je dat allemaal op met ooms en tantes, die flauwe oom, die altijd een slokje te veel drinkt en dan flauwe grappen maakt? Ik heb zelf thuis ook het probleem, want ik heb een vervelende broer. Oh, dat zeg je gewoon op de radio. Ja, nou ja, goed, hij kent mij. Dus ik heb zelf ook dat ik denk, hoe houden we het gezellig, hè, met z'n allen? Je kan een aantal dingen doen. Je kan niet gaan naar de Kanarische eilanden gewoon op vakantie. Maar dat is natuurlijk een beetje, dat moet je niet doen. Dus volgens mij, wat je kan doen, ik heb 2 tips. Het eerste is de humorstijl omdraaien. En het tweede is de humorstijl zelfspot, die jij eigenlijk al heel veel doet. Dus omdraaien, bijvoorbeeld mijn broer houdt heel erg van discussies. En dat vind ik ook leuk. Maar soms gaat het gewoon te ver en dan is het gewoon niet meer gezellig. Nee. Dus stel, hij is voor Donald Trump en ik ben voor Hillary Clinton. Mm-hmm. En dan gaat het er lekker fel aan toe. Dan kan ik het in het begin van de discussie gelijk omdraaien. Dan kan ik zeggen, die Donald Trump, dat is zo'n topper. Wat een toppertje. Oeh, ik ben benieuwd, hè, met Poetin. En dan denkt hij,
Ja, dan kan hij niet meer op mij met woorden gaan schieten, want ik heb het gas voor zijn voeten weggemaaid. Ja, maar dus, wordt het daar ook niet ongezellig van? Nee hoor, dan is het gelijk klaar, denk ik. Okay. Ja, en dat even volhouden. En dan zegt hij nog, oh, dat bedoel je natuurlijk sarcasme. Ja. Dit is een cynisme. Zeg ik, nee hoor. En dan gaat het weg. En het tweede is zelfspot. Dus dat is ook een goeie. Dus stel, je bent een beetje aangekomen. Ja. En heb je zo'n vervelende oom. En die gaat daar een leuke opmerking over maken. Die gaan tegen zeggen, zo genaatje, gaat lekker, hè? Het leven met jou. Nou, en als je dus dat van tevoren ook al... Hè, als je zegt, nou, oom Gerard, hè, ik hang elke dag in de sportschool, maar ik heb wel weer zin in dat diner. Dan kan hij ook daar niks meer over zeggen. Dus omdraaien en zelfspot. Ja. Gooi ze erin. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt, mam, hartstikke lekker, dan denkt hij, ja, dat zal wel niet. Nee, dat moet je niet zeggen. Je moet nooit je moeder afkraken. Nee, maar dan denkt ze misschien van, Renate is de hele avond bezig de boel om te draaien. Dus misschien is het niet lekker. Nee, alleen bij mijn broer. Bij mijn broer. Er zijn wel spelregels voor. Ja, zeker. Hoe lang ga je de colleges nog geven? Ik ga nu beginnen. Januari, februari, maart. Dus ik ga overal spelen. Werftheater Utrecht, Hoofddorp, Oud Raadhuis. Dus ik ga het hele land door. En volgend seizoen weer. Want ja, ben je een succes. Nog een jaar geboekt. Ja, en verwerk je dan ook dit soort dingen erin als je in januari begint, nou, afgelopen kerst. Ja. Ik moet wel. Het moet wel. Ook qua leed. Ik moet wel met de actualiteit mee. En ja, dus het programma wordt wel elke keer aangepast. Ja. Hartstikke leuk. Leuk dat je hier was, Renate. Ja. Als laatste mag je even stemmen. Welk nummer wil jij dat we draaien? Duet van Marco. Ja, toch met Treintje. Met Treintje. Ja. Wereld zonder jou. Ja, mooi. Okay, nou. Ik hoop dat je gaat winnen. Goed. Heel veel succes met je colleges. En als u het wil weten, dan kunt u altijd even naar een speellijst kijken op internet. Humorcollege.nl. Precies. Renate Reinders was dat.